Hallo en welkom bij deze q speluitleg in vogelvlucht. Q-Birds is een vlot kaartspel dat je speelt met 110 vogelkaarten, die zijn onderverdeeld in 8 vogelsoorten. Je ziet ze hier van zeldzaam naar veelvoorkomend. Het aantal kaarten per soort vind je rechtsonder op de kaart. Rechtsboven zie je het aantal kaarten dat nodig is voor een kleine, respectievelijk een grote familie van deze vogelsoort. Dit is het aantal kaarten dat je moet verzamelen om één dan wel twee van deze vogels aan je collectie toe te voegen. Deze collecties vormen het doel van het spel. Verzamel een collectie van zeven verschillende soorten en je wint. Je kunt ook winnen door van twee soorten minstens drie vogels in je collectie te hebben. Het speelveld ziet er aan het begin van het spel uit zoals je hier ziet. Spelers hebben een hand van acht vogelkaarten en een collectie bestaande uit één willekeurig gekozen vogelkaart. Die open voor- en op tafel ligt. Verder liggen op het midden van de tafel vier rijen van drie verschillende vogels. En een dichte trekstapel met plek voor een aflegstapel. De speler die het laatste een papegaai zag, mag het spel beginnen. Spelers spelen ombeurten met de wijzers van de klok mee. Elke beurt moet de speler alle vogels van één vogelsoort aanleggen bij een van de rijen. Als beloning krijgt de speler alle ingesloten vogels. Zijn dat er geen? Dan mag de speler de twee bovenste kaarten van de trekstapel pakken. Op het einde van elke beurt mag een speler één familie vormen, indien mogelijk. Bij een kleine familie voeg je één vogel toe aan je collectie en leg je de rest af. En bij een grote familie mag je twee vogels toevoegen aan je collectie en de rest van de kaarten afleggen. Vervolgens is de volgende speler. Laten we een voorbeeld bekijken. Stijn speelt als een papegaai en legt ze links naast de rij zo sluit hij een toekan en een roodbosje in. Die neemt hij dus op hand. Stijn kiest ervoor om geen familie te maken. Al kon hij dat misschien wel. De kaarten in de rij worden samengeschoven en omdat er nu maar één vogelsoort in de rij ligt, wordt de rij aangevuld uit de trekstapel tot er twee verschillende vogelsoorten liggen. aan welke kant de rij aangevuld wordt maakt niet uit. Nu is Michiel aan de beurt. Hij speelt al zijn roodbosjes. Dat is er in dit geval maar één. Met dit rood bosje sluit hij vier papegaaien in. En vervolgens speelt hij alle papegaaien uit zijn hand om een kleine familie te maken. Het is jammer voor Michiel dat hij maar vijf papegaaien heeft, terwijl er vier nodig zijn voor een kleine familie. Omdat Michiel een kleine familie maakt, voegt hij één papegaai toe aan zijn collectie en de overige papegaaien legt hij af. De rij wordt weer samengeschoven en aangevuld tot er twee verschillende vogelsoorten voorkomen. Nu is Christian. Hij speelt als een bosrietzangers. Ja, zo heet deze vogel echt, maar noem ze gerust Piepieps. Doordat Christian de Piepieps hier legt, sluit hij geen vogels in. Hij mag dus de bovenste twee kaarten van de trekstapel pakken. Hij kiest ervoor om dat te doen en maakt vervolgens een grote familie flamingo's, door de drie flamingo's uit zijn hand te spelen. Hij voegt er twee toe aan zijn collectie en legt er één op de aflegstapel. In dit laatste voorbeeld bekijken we hoe je andere spelers dwarsboomt door jezelf vogelvrij te verklaren. Ik bedoel eigenlijk gewoon je hand leeg spelen, maar die woordgrap kon ik niet laten. In de situatie op tafel hebben Stijn, Michiel en Christiaan al flinke collecties verzameld. Stijn is aan de beurt en hij speelt zijn hele hand bestaande uit vier roodbosjes. Hij legt ze aan in rij twee, zonder daarbij vogels in te sluiten. Vervolgens kiest hij ervoor om geen kaarten van de trekstapel te pakken waardoor hij zijn beurt eindigt zonder handkaarten. Wanneer dit gebeurt, moeten alle spelers hun resterende handkaarten op de aflegstapel plaatsen. Alle kaarten op tafel blijven gewoon liggen. Elke speler krijgt een nieuwe hand van 8 kaarten en de speler die een lege hand had, hier Steijn dus, mag beginnen met de nieuwe beurt. Hij speelt in dit geval een piep piep en hij sluit alle zesde de roodbosjes in. Samen met de roodbosjes uit zijn hand maakt hij een grote familie door minstens 9 roodbosjes te spelen. In zijn collectie heeft Stijn nu van twee soorten minstens 3 vogels. Hij is daarmee de winnaar van dit spel. Dat was hem. Hopelijk helpt dit het eerste spelletje snel te starten. Heb je deze game nog niet en ben je nieuwsgierig? Bezoek dan eens gameinbis.nl of neem contact met me op via de comments.